Als ik twee flessen wijn wil hebben en de tweede is halve prijs, dan neem je hem mee. Ja, uiteraard. Als u binnenkomt, vraag ik eerst, wat is in de aanbieding? Iedereen die wil in Nederland toch graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Zou je hem ook gekocht hebben als hij duurder was? Nee. Waarom niet? Dan is er ander bier in de aanbieding. Voor alle, alle pogingen om dingen terug te dringen, dat geldt voor roken, voor alcohol, geldt duurder maken, helpt ontmoedigen of terugdringen. In de conceptversie die RTL heeft ingezien, schrijft hij over alcohol dat de prijs in de winkel zal stijgen. Die moet gaan meegroeien met de inflatie. En dat betekent dus dat we geleidelijk meer gaan betalen. Verder wil je een einde maken aan aanbiedingen zoals een kratje bier voor de helft van de prijs of de tweede fles wijn gratis. En ook wil de staatssecretaris gaan onderzoeken of hij een minimumprijs voor alcohol kan invoeren. Die bestaat nu al in Schotland. En als Nederland hetzelfde zou doen, zou een kratje bier hier minimaal 20 euro gaan kosten. Ja, ik denk met name zo'n minimumprijs en een verbod op stunten met alcohol is denk ik vooral gericht om alcoholmisbruik en met name onder jongeren terug te dringen. En dat zijn denk ik hele goede maatregelen. Ik heb een normaal wekelijks drankgebruik en ik let meestal niet op aanbiedingen. Je hebt altijd je eigen merkjes, weet je wel, die je lekker vindt. En dan heb je een aanbieding dat je denkt van nou, die is goedkoper, maar is geen zuipen. Dan houdt het ook op.